Dit is de buitenkant van het hockeystadion waar het Nederlands elftal net de derde WK-wedstrijd tegen Canada heeft gespeeld. Het werd 6-0. Wat was de doelstelling van Oranje behalve het winnen van de wedstrijd? Ja, dat was wel onze doelstelling, gewoon punten pakken, maar op het begin wilden ze gewoon echt helemaal afmatten. Ja, de eerste helft ging het wel moeizaam en de tweede helft hebben ze eigenlijk kapot gespeeld. Zit je twee keer op de tribune en dan mag je in één keer mee en doe je het nog goed ook? Dankjewel. Ja, het ging goed. Ik kwam erin. Ik had natuurlijk die eerste twee wedstrijden wel mijn batterij goed op kunnen laden. En ik had er zin in en dat was lekker. Dat was nodig voor vandaag. Is dat dan moeilijk om dan in één keer erin te komen? Nou, ik denk wel dat ik de eerste drie ballen of twee ballen even op safe. En daarna, het voelde goed en bij inspelen eigenlijk ook al. Dus dan kan je gewoon gaan. Wanneer hoorde je dat je mee mocht doen? Ik hoorde het al, de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Voor die wedstrijd dat ik overmorgen, dus vandaag dan, zou spelen. En dat was wel een lekker gevoel om daar naartoe te leven. En wat zegt Michel dan? Want wat is de reden dat je nu wel mee mag doen? Ik krijg gewoon een kans. Hij zei, het ligt dicht bij elkaar. En je krijgt tegen Canada een kans, dus het is lekker. Gefeliciteerd, mooi doelpunt. Ja, het was lekker. De eerste helft eigenlijk ook al dichtbij. Ook nog een kansje bij de keeper op zijn helm. Dus hij zat er eigenlijk de hele wedstrijd aan te komen. En gelukkig viel hij ook nog in de tweede helft. En dan meteen ook man of the match. Ja, dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk hoe ze dat bepalen en wie dat is, dat is moeilijk te zeggen in 6-0. Maar altijd leuk om een prijsje te krijgen. Even over het algemeen, hoe vond jij de wedstrijd gaan? Nou, ik denk dat we eigenlijk heel goed gespeeld hebben. We wisten dat Canada het klein zou maken en dat we geduld moesten hebben om door hun verdediging heen te breken. En natuurlijk waren we bij 0-0 bij rust natuurlijk wat ontevreden. Maar in de kleedkamer hebben we gewoon gezegd, jongens, we gaan door waar we mee bezig zijn. En in de tweede helft gaat hij uitvallen. En op het moment dat hij valt, dan zie je ook dat er meer kansen komen en dat je meer goals gaat scoren. Heb jij dan niet een beetje dat ongeduldige in je? Dat je denkt van ja, jongens, kom op 0-0 in de eerste helft tegen Canada. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat zie je dus in de rust. Wordt daar even over gesproken. Van boys, even een tandje erbij. En zorgen dat die eerste goal valt. En die valt redelijk snel. Dan weet je dat het wel goed zit. Is het dan alleen Michel die iets zegt? Of zijn er ook nog andere jongens die even opstaan en hun verhaal doen? Daar kan ik natuurlijk niks over loslaten. Nee, er zijn natuurlijk zowel Michel als een aantal van de spelers die op dat moment eventjes wat dingetjes checken. En dat gaat over het algemeen heel positief en heel direct naar elkaar. En in dit geval was dat ook zo. En heb ik ook gezegd, jongens, we zullen even een tandje erbij en dan komt het helemaal goed. Ben jij een van die jongens? Nee, ik heb lekker rustig gezeten vandaag. Dus als je er nog 18 afgaat, dan weet je wie het geweest is.